Welkom bij Barbecue Power. Bloed heet buiten. Het is warm. Ja, maar we gaan eerst even de week doornemen. En toen was de hele wereld een beetje onscherp. Want wat het is, dit filmen wij met een SD-camera. Maar ons HD-camera is nu on set. Maar vandaar excuses voor de onscherperigheid en de pisgele plopkap. Max, Adventure Mitch, die heeft in al zijn wijsheid toen hij dit kantoor mocht inrichten, deze kast gekocht. Voor 600 miljoen euro. En die is heel relaxed, want je kan precies zien wat erin zit. En als iemand iets zoekt, dan hoor je helemaal geen teringherrie. Dus hij staat bij deze te koop. Doe een bot. Het is een awesome derde wereldoorlog edition, dus dan weet je het al. Oh ja, we laten een kleine Easter egg in achter. Dus als je hem koopt, be prepared for a surprise. Ik ben heel lang onsportief geweest, maar ik deed vroeger heel veel aan sport. En ik heb besloten om met Paul, achter de camera, mee te gaan trainen met een potje voetbal. En misschien ga ik het veld alweer op. Dus dan kan mijn Adidas Predators weer uit het vet trekken. Oude bok die ik ben. Ik neem wel een rollator mee en shit. Hé, het is warm. Wat moet ik erover vertellen? Ja, het is gewoon hartstikke warm. Veel verder. Ik ga naar huis toe. Dag! Dus jij bent wezen zwemmen. Anyhow, ik ben dus niet helemaal op vakantie. Vorige week zei ik van, ik ga op vakantie. En toen zei ik ook van, ik ga Person of Interest kijken. Ik heb mijn vakantie afgezegd voor Person of Interest. Waar gaat het over, Gert? Het is heel simpel. Het is post 9/11. Yeah. Dus de wereld wordt in de gaten gehouden met camera's en allerlei andere methodes. En er is een gast en die heeft een machine gebouwd om al die informatie van al die camera's te analyseren en te kijken wat leidt tot terroristische aanslagen. Maar wat hij ook doet, oh nee, is kleinere dingen. Kleinere dingen in beeld brengen. Dus dingen als mogelijke moord op één iemand of een intrige of weet ik wat. Irrelevante moorden. Hij had zoiets van, ja, maar wat is nou irrelevant, weet je wel? Ik bedoel, één persoon is ook dood dan. Dus hij heeft een backdoor gebouwd in zijn systeem, waardoor hij elke keer een SOFI-nummer krijgt van iemand die betrokken is bij een crime. Je weet de naam niet en je weet niet of het het slachtoffer is of de dader. Ja. En zo begint het eigenlijk elke aflevering. Maar hij heeft hulp. Want hij heeft een voormalige groene baret. Ja, want hij, je moet even toelichten, hè? Is een stram klein nerdje. Maar hij heeft dus hulp. Ja, van een, eigenlijk een soort Batman. Ja, en dat is geen toeval natuurlijk, want broertje van Chris Nolan. Ja, klopt. Jonathan Nolan. Die heeft dit geschreven. Laat ik in ieder geval even zeggen, de hoofdrol wordt dus gespeeld door Michael Emerson. En door Jim Caviezel, die we natuurlijk allemaal kennen als Jesus. In een totaal niet racistische, jodenstenigende Passion of the Christ. Oh, klopt ja. Daar herkende ik hem van. Juist hem. Hij zet dus die gast in, die groene baret. En die heeft gewoon een soort license to kill. Daar komt het gewoon op neer. En elke aflevering is er gewoon een nieuwe case met een nieuwe crime. Met een nieuw iemand. En wat heel logisch is, dat het een redelijk succesvolle serie is. Is dat mensen een beetje, op dit moment een beetje paranoïde worden van al die Alu-hoedjes. Alu-hoedjes. Ja, maar ik bedoel, het is wel terecht. Bits en bytes over je hele leven poep je gewoon uit online. Je Facebook, je WhatsApp, je belt. En al die shit wordt in ieder geval in de States tot op zekere hoogte best wel gemonitord. Dus we zijn eigenlijk allemaal de tollie. Ik ben niet zo van de Alu-hoedjes, ik geloof dat allemaal niet zo. Maar het is wel, het voelt een beetje in eerste instantie een beetje aan als een gimmick. Je hebt een machine en er komt dan iets uitrollen en die persoon die gaan ze dan redden. En dan vraag je je af waarom ze dat doen, want is dat een soort morele plicht of zo die ze hebben? Ik heb het idee dat ze dat het op een gegeven moment zou gaan vervelen, maar ik zit nu al aflevering 8, 9, 7. Zoiets geloof ik, ik weet en niet waar je zit. En dat verveelt nog niet, nee. Nee, zeker. Ja, maar het is het leuke is ook gewoon, het leuke van deze serie is dat het voor mij is het een soort gevoel tussen oldschool detective shit, weet je, een beetje Columbo-style en uitvinden hoe en wat. Ja, en een soort 24. Ja. Want die Jim Caviezel die kikt gewoon echt ass in deze film. Klopt, en dus loopt ook nog een rode draad door de alle afleveringen heen. Ja. Dat is wel nodig, want anders heb je zoiets als een aflevering is afgesloten, denk van oké, heb ik dit gezien, moet ik de volgende zien? Nee. Maar die is er wel en dat is toch wel intriguing wat er nou aan de hand is, wat nou de achtergronden zijn van die beide hoofdrolspelers en hoe dat zit met die de foute politiechefs. Want daar zit ook nog een heel verhaal in. Ze hebben nu een seizoen 2 ook aangekondigd, dus ik ben blij dat ze het doorzetten. Ja. Je ziet gewoon wel dat er heel veel talent in deze serie zit. In het begin voelt het inderdaad een beetje gimmicky, maar als je er eenmaal door het koude water heen bent, dan is het heel lekker zwemmen. En ik weet ook niet waarom ik dat zou zeggen. Ik had alweer zin in een serie zoals deze. Ik vond ook series als The Wire en The Shield, ik hou gewoon van die politie shit, toch? Ja, eens. Ja.
Dingen. Heb ik nog iets wat ik wil zeggen? Wat wilde je nog zeggen? Ik ben dat heel je blij gevonden. Ja, ik bedoel, het is niet de alle fucking beste serie ever. Er zijn er wel een aantal die ook tof zijn. Maar als je echt zo'n serie neuroot bent en echt gewoon alles wil zien wat in ieder geval tof is, dan is dit er toch één. Dit is er toch één. Ja. Dus ik kan niet wachten op seizoen 2. Ik vind het echt tof. Ja, ik kan wachten. Ik vind het een heel leuk duo, die twee. Dat is een hele rare match, die nerd en die ex-CIA of agent, wat het dan ook is geweest. Maar ik weet niet of ik het echt ga blijven volgen. Het is wel ideaal voor tijdens het eten of zo. Weet je, het broertje van Nolan zit erachter en J.J. Abrams die. Ja, maar die namen, dat is wel goed geschreven, dat zie je wel. Ja, maar, precies. Ja, dus wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren in het tweede seizoen om een echte boom! Ik vind het cool.